Goedemorgen. Mijn naam is Remco Verhoef. Ik ben Cloud Security Consultant bij Technology Garden. Technology Garden focust op cloud storage en security. Activities zijn het opstellen van architecturen, implementaties, migraties en services. We zijn partners met AWS, Azure, Equinix, Interaction, NetApp en IBM. En meer dan 75 resellers en distributeurs aanwezig in 20 landen. En onze thuisbasis in Nederland, België en Finland. Ik ga het vandaag niet met jullie hebben over de standaard dingen, zoals het activeren van je multi-factor authenticatie, het verwijderen van je rootkeys, het aanmaken van individuele gebruikers of het instellen van security groups en het gebruik van je Trust Advisor dashboard. Maar ik ga het hebben over een paar best practices voor de access keys. Access keys die zijn heel belangrijk, die gebruik je om je API te connecten. Die gebruik je waarschijnlijk al. En wat je vaak ziet, is dat die bijvoorbeeld ingecheckt worden, gecommit worden in je GitHub repository. Dat er rootkeys gebruikt worden. Iedereen die krijgt bij een Amazon account, krijgt hier een rootkey in principe. En wat veel mensen doen, die zijn enthousiast en die gaan meteen aan de slag met die rootkey. En dat is heel gevaarlijk, want die rootkey die geeft toegang tot alles van je account. Wat je ook veel ziet is dat mensen denken van nou, ik ga even gauw wat ontwikkelen. Ik stop mijn access key en mijn secret key gewoon in mijn code. En op een gegeven moment heb je een deployment gedaan en in die deployment moet je de keys veranderen. En dan moet je weer een nieuwe deployment doen, want dat gaat ook vaak mis. Vanuit gemak is het ook vaak altijd handig om te zeggen van nou, ik heb gewoon één access key, secret key en dan geef ik gewoon toegang tot mijn Azure buckets, EC2 instances. Ik geef gewoon alles, dat is lekker makkelijk, hoef ik niet uit te zoeken wie en wat en waar. En het gebeurt ook veel dat ze nooit geroteerd worden, dus dat je eigenlijk altijd maar dezelfde keys blijft gebruiken. Dat is gewoon best wel een risico. De access keys die gebruikt worden in Amazon, die beginnen eigenlijk altijd met A, tegenwoordig ook met een andere letter volgend dan de AI. En ze hebben altijd dezelfde lengte. En wat dan heel handig is, is op het moment dat jij gewoon de commits in GitHub watcht, dan kan je een filter en regular expression leggen op deze keys. En dan krijg je al de keys. En dan sta je ervan te kijken hoe vaak het nog gebeurt dat die ingecheckt worden. Die wordt heel actief misbruikt. Als je een beetje gaat zoeken op internet, zie je gewoon dat het heel vaak gebeurt dat er keys worden gevonden. Die worden meteen gebruikt om EC2 instances op te starten en die worden meteen gebruikt om bitcoins te minen, onder andere. Hier is een onderzoekje gedaan over hoe vaak dit nou eigenlijk gebeurt. Je ziet al gewoon 10.000 GitHub users die hun secret key hebben gecommit in GitHub. Dat is een enorm risico, dus wees daar voorzichtig mee. Maar Amazon die scant ook voor je. Dus Amazon die houdt diezelfde GitHub repositories en commits ook in de gaten. En wat zij dan doen is je een mail sturen van hey, pas op, we hebben een access key en een secret key gevonden. En zorg ervoor dat die zo snel mogelijk verwijderd is, routeer hem. Dan krijg je dus een mooie mail over. Je ziet in dit voorbeeld, de link die hier zo staat, zie je eigenlijk een verhaal van iemand die dit heeft meegemaakt en zijn mail heeft ontvangen. Mensen denken van dat gebeurt me niet, maar het gebeurt je echt wel een keer. Amazon die vond het zelfs nodig om daar een Git Secrets voor te bouwen. En Git Secrets die kijkt eigenlijk wat heb jij voor een geheim in je code staan die je nu gaat inchecken. Dus die kijkt op bepaalde patronen, bijvoorbeeld die AWS keys, maar ook de OAuth keys bijvoorbeeld. Van ja, pas op, want je gaat nu dingen inchecken en die dingen die je incheckt, die wil je niet publiek hebben. Een paar tips voor het gebruik met access keys. Gebruik alsjeblieft verschillende access keys voor verschillende applicaties. Het gebeurt te vaak dat je meerdere applicaties hebt en denkt van nou, ik heb toch die access key, ik heb die secret key, ik ga ze gewoon hergebruiken voor je verschillende applicaties. Het probleem is als je iets van een vulnerability hebt in één van die applicaties, ja, dan heb je het meteen verpest voor al die andere applicaties. Zet alsjeblieft je keys niet hardcoded in de code. Gebruik environment variabelen bijvoorbeeld, user data. Heb een configuratiebestand waar je de keys in zet en zorg dat die alleen maar op je instance staan.
Wat ook belangrijk is, is dus om die policies te specificeren. Als een applicatie alleen maar moet lezen en moet schrijven, dan heeft hij echt geen rechten nodig om ook buckets aan te kunnen maken. Of om mails te versturen. Gewoon instellen, het is heel makkelijk te doen. Je kan aangeven via de policy editor wat voor rechten er moeten zijn. Bijvoorbeeld uit de return access. En beter nog, maak een custom policy. Want dan kan je gewoon aangeven, wat net ook al werd aangegeven. Alleen maar leesrechten, alleen maar schrijfrechten. Lezen en schrijfrechten voor een specifiek object. Wat je ook kan doen, en dat is eigenlijk nog mooier. Je kan EC2 ook zo instellen dat je op de EC2 instantie je start een rol meegeeft. En die rol zorgt er eigenlijk voor dat je automatisch access keys en secret keys toegewezen krijgt. Die worden gegenereerd door Amazon. Die kan je ophalen door de metadata URL. Daar ga ik straks nog iets over vertellen. Door de metadata URL op te vragen. En die zijn geldig voor een paar uur. Een groot voordeel dus, op het moment dat iemand ze te pakken heeft, een paar uur later zijn ze weer ongeldig. En ze worden ondersteund door de standaard AWS libraries. Dus eigenlijk zit support voor je roterende keys al ingebouwd in je library. Over instance metadata. Ik weet niet of jullie bekend zijn met metadata, maar... Je kan metadata ophalen door op je EC2 instance deze URL aan te roepen, krijg je je metadata. En in die metadata staat eigenlijk heel veel interessante informatie. Een paar voorbeelden, bijvoorbeeld het lokale IP-adres, de hostname, de user data die je hebt meegegeven. En maar ook security credentials die je eventueel hebt meegegeven. Wat je veel ziet met user data, is dat mensen daar ook de access keys en de secret keys in plaatsen. Configuratieopties, OAuth keys voor bijvoorbeeld Twitter, Facebook en connectiestrings voor de database. Op zich is dat een goed idee, maar pas wel op. Wat gebeurt er nou als ik binnen mijn applicatie bestanden kan laten ophalen vanaf weblocaties? Dan krijg je dit. Dit is een voorbeeldje, gewoon een heel simpel testbestand met daarin twee regels code, waarin ik het toesta om bestanden te laten ophalen van de lokale van een bepaalde URL. Nou, je kan je voorstellen dat als je bijvoorbeeld een RSS feed wil laten inlopen in je applicatie, je laat gebruikers zelf die RSS feed importeren, dan zou het best wel kunnen dat je dit in je applicatie hebt zitten. Als je dus die metadata URL gaat ophalen, dan krijg je heel netjes terug wat de access key, secret access key zijn. Dus dat is oppassen. Ik heb in de volgende sheet, ik weet niet of iedereen die URL gekopieerd heeft van net, en die access key en secret key. Wat je kan doen, je kan de metadata toegang kan je disablen, waarbij je dus weliswaar geen gebruik meer kan maken van die rollen en die metadata, maar je kan ze wel disablen. Dus als je applicatie er niet op voorbereid is en als je denkt dat je applicatie vulnerable is, pas op. Je kan bijvoorbeeld in IPTables kan je aangeven van alles met deze metadata URL, die wil ik gewoon droppen. Of je maakt een nieuwe route naar die locatie, waardoor je die URL gewoon niet meer op kan halen. Heel even kort iets over encryption. Het is natuurlijk heel actueel, encryptie en beveiliging van je data. Je kan data at rest kan je vrij eenvoudig coderen. Dat kan je door EBS volumes gewoon een vinkje aan te zetten en dan worden alle snapshots worden ook automatisch geencrypt. Die encryptie gebruikt de AWS Key Management Service en die zorgt voor de verdere afhandeling daarvan. Op het moment dat je instance uitstaat, dan is de data die er staat gewoon geencrypt. Dat kan voor EDS ook. Voor je database instance. Dan worden vervolgens ook alle backups die gemaakt worden, worden automatisch ook geencrypt. De read-replica's die gestart worden, worden ook geencrypt. Net als de snapshots en Oracle en Microsoft SQL bieden ook transparent data encryption aan, waarbij ook de bestanden op de instance zelf geencrypt zijn. En belangrijk is dat je hiermee bepaalde compliance requirements kan voldoen. Voor S3 heb je eigenlijk twee keuzes. Of je geeft aan van ik wil dat Amazon mijn bestanden encrypt. Dat gebeurt dan op het moment dat je het wegschrijft. Dan gaat Amazon op het moment dat ze de data ontvangt, wordt het geencrypt.
wordt het weggeschreven op de Azure Storage. Op het moment dat je het ophaalt, wordt het weer gedecrypt. Maar als je zegt van, hey, ik wil liever niet dat Amazon er ook bij kan, dan doe je het gewoon via client encryption. Dan zorg je gewoon voor, voordat het bij Amazon komt, wordt het al gecodeerd. En iets waar ik laatst achter kwam, op het moment dat je pentesten wil laten doen op je infrastructuur, dan moet je daar schriftelijke toestemming van hebben van Amazon. En dat was het. Makkelijk. Okay.